Jeugdzaken is constant bezig met suïcidepreventie. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat er regelmatig bewustwordingsfilmpjes en statements over dit onderwerp worden uitgezonden. Maar er is meer nodig dan alleen maar preventie. Na het zelfmoordgeval in Ikeri van een jong meisje heeft de minister een bezoek gebracht aan het gezin. Ja, we hebben gezien de afgelopen periode. Ik ben zelf ook naar Ikeri gegaan. Ik heb een bezoek gebracht aan dat kindje. En ik moet zeggen, het is triest om het mee te maken. We betreuren het ten zeerste. Wij zijn al als ministerie heel veel bezig met preventie, met voorlichtingsfilmpjes. Maar het ligt ook aan de opvoeding, het ligt ook aan de ouders. En ja, natuurlijk ligt het ook aan de kinderen. Begrijpt u? Dus er moet heel veel informatie komen, er moet een andere opvoeding komen. Ik ben ermee bezig. We doen ons best, maar we doen het tot zover wij kunnen. Het is opmerkelijk dat in bepaalde bedrijven veel buitenlanders werken. De bewindsvrouw heeft geen informatie dat deze groep minder betaald wordt. Maar ze zegt dat buitenlanders wel in dienst genomen mogen worden. Ja, ze krijgen een werkvergunning van het ministerie van Arbeid. Krijgen ze een werkvergunning. En ze moeten zich sowieso aan de voorwaarden houden van het ministerie van Arbeid. En daarbij hebben we ook onze minimumloon dat voorlopig is op 8,40. Maar nog niet is ingesteld op een nieuwe minimumloon. Daar zijn we nog bezig mee. Er is bijvoorbeeld niet iets in de wetgeving dat de Surinamers beschermt van oké, eerst een Surinamer die aan bod moet komen, dan pas een buitenlander? Sowieso, we hebben een 20-80% hebben we bij het ministerie. Dat 20% dan is het de deskundigheid mag uit het buitenland komen. En 80% mag moet de Surinamer zijn. Maar wat zien we? Ik moet u zeggen, ik ben laatst naar een aantal bedrijven gegaan. Wat we zien is dat men zegt van ja, die Surinamers willen niet op het veld werken, begrijpt u? Dus vandaar dat we. Maar dat onderzoek heb ik ook gezegd, we moeten een onderzoek instellen van is dat, klopt die informatie wel? Want kijk, het bedrijf kan het wel zeggen, maar wij moeten ook als ministerie weten of de informatie klopt. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ze sprak afgelopen woensdag voor aanvang van de raadsvergadering.